Nieuw in Nederland. Een programma over aanwinsten van onze musea. Vandaag 4 aquarellen van de tuinen van Martinus van Barneveld in het Gorkums Museum. Het Gorkums Museum is er ongelooflijk trots op dat we onlangs 4 aquarellen hebben kunnen verwerven die de tuin voorstellen van Martinus van Barneveld. Martinus van Barneveld was een belangrijke burger in de 18e eeuw. En die heeft binnen de vestingwal een prachtige tuin laten aanleggen. En je kan ook zien dat hij in een kapitale woning leefde, waarvan nog bekend is overigens dat Napoleon daar ook heeft gelogeerd in 1811, toen hij samen met zijn vrouw Gorkum aandeed. Gorkum is van oorsprong een vissersnederzetting op de plek waar het riviertje de Linge in de Merwede uitstroomt. Ideale plek voor vissers. Het plaatsje is uitgegroeid tot een wat grotere stad. Belangrijke strategische locatie en op een gegeven moment was die ook weer te klein en moest verder vergroot worden. Daardoor kon uiteindelijk Martinus van Barneveld meer grond kopen en daarop zijn tuinen vestigen. Het is natuurlijk een schitterende tuin, hè? Vooral in die tijd dat je zulke tuinen kon maken, dat is zo knap. Want tegenwoordig hebben we allerlei technische middelen en we kunnen elke tuin maken die we willen. Toen hadden ze eigenlijk niks en dan zou iets moois maken. En wat zo leuk is, dit is een Nederlandse baroktuin. Wij kijken altijd in Nederland naar het buitenland en dan zeggen we ja, Franse tuinen, Italiaanse tuinen. Maar een Nederlandse baroktuin was toonaangevend in Europa en die kon je altijd herkennen. Want die was omsloten, dat was een soort hof. Die was, je keek niet het landschap in. Als je een Franse baroktuin ziet, dan werd het hele landschap erbij getrokken. Daar is André Lenôtre beroemd om geworden. Dit is geen Franse baroktuin, maar een Nederlandse baroktuin. Het zijn prachtig kunstzinnig aangelegde tuinen met hele mooie lanen, mooie beelden links en rechts. De mensen hadden beelden in de tuin omdat ze heel erg keken naar de Bijbelse en de klassieke achtergronden. Ze vergeleken zo'n lusthof vaak met een paradijs. En in de klassieke oudheid keken ze eigenlijk terug naar een soort Arcadia, een land in Griekenland, waar het heerlijk vertoeven was met herders en herderinnen en met nimfen en met saters. En deze beelden zien we dus ook heel vaak terug in dit soort tuinen. Onze Martinus van Barneveld die, is geboren in 1691 en in 1715 maakte hij die, zoals te doen gebruikelijk was in die tijd, lange reizen naar Parijs en naar Italië en Wenen is hij geweest. Daar heeft hij waarschijnlijk zijn inspiratie opgedaan voor die prachtige tuinen. Een probleem is natuurlijk, je moet er ook nog geld hebben om die tuinen te kunnen aanleggen. Nou, dat zat bij hem ook wel goed, want hij had een aantal hoge functies. Daarnaast had hij nog het geluk dat zijn vader, die was een rijk wijninkoper hier in Gorkum en voorheen ook in Woudrichem. En hij was de enige van de 7 kinderen die uiteindelijk de erfenis kon opstrijken, want alle andere kinderen die waren al voor die tijd helaas overleden. Dus hij had een groot familiekapitaal waarmee hij deze prachtige tuinen toen kon aanleggen. Aan de prenten is dus ook heel goed te zien dat er heel veel ruimte was, omdat je maar op een enkele plek boven de vestingwal uit nog een huis ziet. En dat is de locatie waar het huis van Barneveld stond. Die uitbreiding was dus niet zozeer noodzakelijk omdat de gemeente geld nodig had, maar vooral om het vestingwerk te versterken tegen de toentertijd moderne wapens. Ja, deze aquarellen die zijn gemaakt rondom 1770 en dat is eigenlijk een hele rare periode. Want in die tijd kreeg je een ongelooflijke beweging binnen Europa. Je had Rousseau, die zei, je moet terug naar de natuur. We moeten losser gaan denken. Toen kreeg je een verandering van de tuin. Want toen zeiden ze, moeten natuurlijke tuinen worden. En al die buxushaagjes, dat is tuttemerul. We willen gewoon landschappelijke tuinen met bomen. Het werd een beetje Japansachtig. Dat was de grote verandering. Dit is nog net de overgang. Wat heel belangrijk is in deze tuinen, want dat hoort er echt in, dat zijn waterbewegingen. Zo'n man die zo'n tuin liet maken, die ging dat altijd doen. Want als er waterbeweging in zat, dan had hij echt aanzien. Nou, in die tuinen er zijn niet veel bloemen te zien. Dat kon ook helemaal niet, want er waren weinig bloemen. En toch is het wel een soort prestigeobject om ze te hebben, hoor. Want je kan zelfs op deze tekeningen kan je zien dat de bloemen die hij had, die wilde hij laten zien. Want wat zie je? Je ziet zelfs aronskelken, wat ik heel bijzonder vind voor die tijd. Je ziet de agave staan, want die kwam uit Amerika. Dus dat je dat in je tuin had, dat moest je laten zien.
En onvermijdelijk natuurlijk de sinaasappelboompjes. En wat ik zo leuk vind, ze zien op zo'n prent er altijd prachtig uit. Nou, in werkelijkheid kon dat niet, want ze moesten overgehouden worden in de orangerieën. Dat waren geen kassen, maar dat waren eigenlijk een soort paleizen met een paar ramen. Nou, in het voorjaar kwamen er gewoon van die halve lijken uit, kaal. Dan moesten ze weer opgekweekt worden. En als je dan op zo'n prent kijkt, dan is het net of je een prachtig sinaasappelboompje ziet. Nou, dat was het niet in werkelijkheid. De beelden in deze tuin kan je niet zo goed zien wat het voorstelt. Maar waarschijnlijk hebben hier gestaan beelden die met de natuur te maken hebben. Zoals Diana, Neptunus, Bacchus. Dat beeldje daarboven, zou je kunnen voorstellen dat dat een soort Cupido is? Dat hoort natuurlijk ook heel erg in zo'n tuin. Ze zagen het ook als een soort liefdestuin. Dan is dat andere kleine figuurtje, zou eventueel Hermes kunnen zijn als we naar de bovenkant kijken, want hij heeft wel de helm op. Maar bij zijn voetjes mist hij de schoentjes met de vleugeltjes, dus het kan niet Hermes zijn. De vazen zijn heel bijzonder. Je ziet dat ze heel versierend zijn. Dat ze eigenlijk heel erg overeenkomen met wat je ook in Versailles ziet. Nou, wat heel leuk is, hier kan je dus eigenlijk Paleis het Loo zien. Paleis het Loo. Het is de meest authentieke tuin van Europa. Uit het buitenland komen er allerlei wetenschappers en mensen naartoe om die tuin te bekijken. Omdat die echt is zoals Willem III hem heeft laten aanleggen. Als je Versailles gaat kijken, is het een beetje kits. Er staan heel veel planten in die Lodewijk XIV nog nooit gezien heeft. Dus dit is een beetje Paleis het Loo. En eigenlijk zou als je deze print gezien hebt, daar even naartoe moeten gaan. En dan zie je dat die tijd echt klopt. Wat verder erg opvalt op deze aquarellen is de tuinman en in het bijzonder ook de tuinvrouw. Zelfs nu op internet is een discussie losgebarsten van, was dat nou normaal dat in die tijd ook vrouwen in die tuin werkten? Nou, de een zegt van wel, de ander zegt van niet. Waarschijnlijk is het zo dat dit de vrouw was van de tuinman, de tuinbaas. En die tuinbaas die zien we hier aan het werk. En in die tijd was het wel gebruikelijk dat de tuinbaas gewoon ook zijn vrouw, maar ook wel zijn kinderen inzette voor dat tuinwerk. Die hagen, die hele grote hagen, dat is de hagenbeuk. Want sommige mensen denken dat dat taxushagen zijn. Die werden om twee dingen niet gebruikt. A, om op die hoogte te komen, dat duurde jaren. Maar B, ze waren giftig voor de paarden. En ze reden gewoon met een paard door die tuin heen. En als je in die hagen zit te vreten, ging die dood. Dus dat zijn hagenbeuken. Na het overlijden van Martinus van Barneveld zat zijn zoon zeer in geldnood en hij wist niet hoe snel hij dit allemaal moest veilen met alle prachtige beelden en vazen en alles wat er maar te veilen was, werd weggedaan. En we weten dus niet waar het heen is, dat is heel erg jammer. Er bleef sowieso al weinig van de tuinen over en samen met de behoefte aan nieuwe woningen voor de bevolking was het natuurlijk zo dat 1 en 1 3 maakte door hier nieuwbouw te gaan plegen. Nou, uiteindelijk is er in Gorinchem hebben wij de stadswallen volledig gerenoveerd en gerestaureerd. En dat is nog een prachtige bezienswaardigheid om Gorinchem een keer te bezoeken. De behoefte om tuinen tegenwoordig te schilderen is er niet meer zo. Je ziet dat heel weinig, sporadisch. Dit wat toen gebeurde, gebeurde op grote schalen. Want die schilderijen namen ze ook rustig mee naar het buitenland om te laten zien, kijk, dat is mijn bezitting. En dat was belangrijk natuurlijk. Agrarische economieën. En laten zien dat je tot de top behoorde. Geweldig toch? Dat is nou juist leuk, dat je ziet dat zoiets exotisch, wat je eigenlijk alleen maar verwacht in Frankrijk, in Parijs, in Rome, in dat kleine Gorinchem ook aanwezig was. Dat er gewoon een Gorinchemse burger inspiratie heeft opgedaan in het buitenland en het gelukkig toen het geld had om zoiets bijzonders te maken. En dat we dit nu hier kunnen laten zien, daar zijn we apen trots op.